Eva Hermans-Kroot is pas 25 jaar oud, maar ze heeft al veel te lijden gehad. Toen ze 22 was, kreeg ze de diagnose longkanker. Nu heeft ze ook nog eens tumoren in haar hersenen. In het programma over mijn lijk volgt Tim Hofman haar strijd tegen de ziekte. Eva krijgt een teleurstellend telefoontje van haar dokter. Je hoofdmu was slecht, zegt hij. De kanker is niet gestopt door de nieuwe medicijnen. Er is nog maar één optie over, chemotherapie. Eva weet dat de chemo haar leven niet veel zal verlengen. Als de chemo werkt, heb ik nog een jaar, zegt ze. Maar ik geloof niet zo in de chemo. Ze is bang dat ze snel achteruit zal gaan. Dan hebben we het over maanden. Ze probeert positief te blijven. Ik haal wel kerst, zegt ze. Ze kan zelfs lachen om haar kale kop, die ze met een Snapchat-filter heeft gemaakt. Samen met haar man Matthijs en Tim Hofman gaat ze naar het bos, waar ze een plek heeft uitgekozen om haar te herdenken. Ze vertelt hoe ze wil dat mensen haar zullen onthouden. Als een lachebekkie, een vrolijk persoon. Een beetje eigenwijs ook. Matthijs is het met haar eens. Ze is een heel leuk, vrolijk meisje met veel positieve energie. Ze kan een kamer opvleuren met haar lach.